Hoi, leuk dat je kijkt in deze video. Ik ben Marlies en ik ga laten zien wat wij voor de hele week aan boodschappen in huis hebben gehaald. Zoals de meeste van jullie weten zijn wij een samengesteld gezin en dat betekent dat we de ene week meer mensen in ons huis hebben als de andere week. Plus dat dit de eerste keer in 3 of 4 weken tijd is dat ik echt een hele week boodschappen heb gehaald. Zonder kerstvakantie, zonder weet ik veel wat allemaal onregelmatige dingen. Dus het moest echt wel heel veel aangevuld worden, want ja, de voorraad was een beetje ingeslonken. Dus deze week zijn we met 5 avonden met 2 en dan 2 volwassenen en dan de rest van de avonden met wat kinderen. Dus dat is helemaal goed. Dus het is een beetje om een achtergrondinformatie te geven hoeveel spullen je nodig hebt. Plus dat ik zondag wel een beetje wil gaan mealpreppen, omdat ik weer eens wat anders wil als alleen maar ijsberg slaan met kip voor mijn lunch. Dus op die manier wil ik het een beetje variatie in gaan brengen. En ik kan natuurlijk wel een gedeelte in mijn vriezer bewaren dat ik het gewoon zo erbij kan pakken. Mocht je geïnteresseerd zijn in de video, geef dan deze video een duimpje omhoog, want dan weet je dat ik die video kan maken. Mocht je deze video's leuk vinden, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En iedere vrijdag post ik wat wij aan boodschappen hebben gehaald voor die week. Dan zet ik altijd in de omschrijving neer wat wij per avond gaan eten. En welke snackopties ik heb voor mezelf en voor de kinderen. En dan without further ado, laten we beginnen. Zoals jullie zien is het weer een heel aanrechtje vol. Maar we zullen gewoon beginnen bij wat vooral het avondeten gaat zijn. Behalve natuurlijk de Crystal Clear, maar dan van het Lidl merk. En de flesje straten van naar mijn werk. Dan heb ik nog een receptje gevonden waarbij je spaghetti met boerenkool, spekjes en champignons gaat eten. Dus dat gaan we proberen in het kader van wat variatie in de avondmaaltijden. We eten een keer gevulde paprika's. Er zit dan feta bij en ik geloof ei en wat courgette en charlotte. Ik heb ook knoflookpoeder gekocht, want dat was op. Dus dat kunnen we dan weer lekker gebruiken voor zowel de receptjes als voor bij mijn meal prep. Noem maar op. We eten ook een keertje, dit is echt wel mega iets. Overschotel met rode kool, walnoten, koolraap, ja. En aardappelpuree. En er zit ook een beetje appelcompote bij. En dat kan je dan serveren met een rookworstje. Deze vond ik in het blaadje van de Jumbo. Ik zal even het fotootje hier doen. Dat was echt leuk. Zag er lekker uit, dus dat gaan we proberen. We hebben nog mini hamburgertjes met mini hamburgerbroodjes staan. Dus die eten we dan vanavond met wat aardappelpakjes en wat spaghettiboontjes. We hebben ook nog een keer biefstuk staan. Dus die eten we dan gewoon met friet en ijsbergsla. En dan eten we ook een keertje refried beans met chorizo. Nou hadden ze geen chorizo, dus ik heb gewoon salami genomen. Die moet je toch pakken. En dan kidneybonen, tomaatjes. En dan kan je het in plaats van met rijst of met een wrap doen we het dan met Turks brood. Dat was ook het recept. Ook dat kwam uit het boekje van de Jumbo van deze week. En dan hebben we hier een beetje alles wat ik dan ga klaarmaken voor mijn meal prep. Ik ga namelijk even wat spruitjes schoonmaken en aubergine en courgette en wortel. En het gaat even in de oven. Waarschijnlijk met dat knoflookpoeder, olijfolie, zout, paprika, dat soort dingetjes. Ik heb wat andere proteïne dingen erbij gehaald, dus ik kan wat burgers doen. Ik ga die gewoon bakken en die doe ik gewoon alvast in een zakje in de vriezer, zodat ik een andere proteïne source heb. Ik heb ook wel toch weer kip, maar deze is dan gewoon de met shawarma kruiden. Meestal heb ik of gewone kip of wat er over is, of uit een blikje. Dus ik dacht, nou, deze mag ik met 30% kortingstelling nu opbakken en lekker in de vriezer. Sowieso ook nog wat geraspte kaas, want als we bij de spaghetti of bij iets anders, of bij een eitje, dat is wel lekker. Dus dit gaan we dan sowieso, dan kan ik een eitje bij koken, ik kan nog wat, nou ja, de kip die. Dus dan hebben we wat afwisseling. Ik wou er ook quinoa bij, maar ik heb nog quinoa en ik zag het niet in de winkel staan. En ik heb eventueel ook nog couscous en rijst, dus dat kan ik er dan bij doen. Sowieso extra ijsbergsla voor bij de salade, want we hebben ook nog biefstuk in de vriezer liggen. Dus dan kunnen wij een salade met biefstuk eten morgen. Waarschijnlijk met gewoon de boterham. De frikandellen zijn gewoon helemaal opgegaan. Het is echt, nou, ik kan me niet herinneren dat het laatst gebeurd dat we geen frikandellen hadden toen we een frietavond hadden. Maar die waren dus niet helemaal op. Dus die heb ik maar weer aangevuld. Siroop aangevuld, want we zijn volgens mij nu, ik ken je wel op voorraad, maar ik zorg altijd dat ik er eentje meeneem, want ze gaan best hard. Frietsaus, daar weet ik zeker van dat we de laatste weer gepakt hebben. En ik dacht, dan nemen we even wat anders drinken mee als alleen maar siroop. Deze zag ik staan. Nou, wie weet als ze dat ook lekker vinden. Cottage cheese heb ik een beetje voor mezelf meegenomen. Ik ben echt verslaafd geweest aan beschuitjes met cottage cheese, roereitje en wat tomaatjes. Dus ik dacht, nou, dit vind ik wel lekker als ik dan een keer 's middags een eitje neem of zo. Dus die heb ik even meegenomen. Wat beleg voor de kinderen, grillworst en gebraden gehakt. Weer croissantjes voor mee naar school, want school is natuurlijk weer begonnen. Cheese dippers, want die zijn weer begonnen. Ja, ook voor school natuurlijk. En binnenkort begint de hockey ook weer, dus dan kunnen we dat ook mee naartoe slepen. Mijn zakjes waren op en dat is natuurlijk wel heel handig als je zoveel gaat meal preppen. Dus die heb ik even wat extra erbij. Mijn pindakaas aangevuld, want die heb ik vandaag moeten weggooien. Pasta
aangevuld, want die hebben gisteren moeten weggooien. De jam, ook die ging gisteren op. Dus dat moest echt allemaal aangevuld worden. Voor ons s'avonds wat kaassticks en paracetamol ging ook op. Je kan het wel raden, zoveel kinderen met kerst. Dan krijg je hoofdpijn. Voor de rest hebben we de toiletpapier ging op. De keukenrollen zijn bijna op. Stroopwafeldingetjes die stonden, waren in actie. 100 gram gratis. Nou, dat ga ik er niet laten liggen. Dus die heb ik even meegenomen als koekjes. Weer in de koekjestrommel. Blauwe bessen en snacktomaatjes. Bananen. Botjes voor Boris. En een zakje chips ook hierbij. De XXL variant genomen. Ik vind tortillas zijn soms ook wel leuk om bijvoorbeeld in het lunchrommeltje van die kinderen te doen. Dus net even een zoutje hebben. En al met al was dat mijn boodschappen voorraad voor deze week. Het valt misschien op dat ik deze keer niet heel erg veel fruit heb gekocht. En dat is ook zo. Maar het is omdat ik die van de week al eerder had gehaald. Want ik wou even de spullen bij de Jumbo terug inleveren. En met de manier van het alle kerstdagen en oud en nieuw en dagen als ze dicht waren dat ik ziek was. Wat ik niet meer op mijn één keer per week boodschappen doen. Dus ik heb dinsdag nog een boodschap moeten doen voor dinsdag en woensdag. En heb ik gelijk het Jumbo krat ingeleverd en de lege flessen van de Jumbo daar ingeleverd. Zodat ik daar voorlopig niet meer naar terug hoef. En toen heb ik gelijk alle aanbiedingen die daar rond het fruit waren meegenomen. Zoals 2 keer een zak mandarijnen, 2 keer peren, 3 bakjes druiven. En een grote zak appels volgens mij. Dus we hebben voorlopig nog wel genoeg fruit. De bananen die waren wel op. Dat was ook again gisteren de laatste van. Ik moest echt boodschappen doen vandaag. Dus ik had dacht wel bananen en blauwe bessen die waren. We hebben nog wel wat, maar het gaat ook altijd heel hard hier. En de tomaatjes waren ook helemaal op. Dus die hadden we even aangevuld. En voor de rest hoeft het niet. Alles dan dus voor deze boodschappen €91,50 kwijt. En daar ging wel nog €1,50 en boulage. Leeg flesje korting af. Dus die had ik ingeleverd. Dus dat is een beetje hoeveel wij uitgegeven hebben. Wat op zich voor mij van de hele week echt gewoon nog steeds prima binnen budget is. Want ik hoefde geen brood te kopen. En zelfs bij de bakker hoef ik niet langs. Dus al met al prima binnen budget gebleven. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Dus als het was, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer video's wil je naar de meal prep zien. Laat dat even in de comments achter. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!